In de vorige video had ik het over de anticonceptiepil of kortweg de pil. Ik heb daar verteld hoe je de pil correct kan innemen, maar ik begrijp dat dat ook niet altijd zal lukken. Dus ik wil vandaag vooral duidelijk maken dat als je eens een keertje de pil vergeet, dat dat niet erg hoeft te zijn. Stel, het is bijvoorbeeld donderdag en je ziet dat het pilletje van woensdag nog in je strip inzit. Geen probleem, neem gewoon de pil van woensdag in en neem je pil van donderdag op je vaste tijdstip. Merk je op dat je bijvoorbeeld in de eerste 7 dagen al 2 pillen vergeten bent, neem dan de laatst vergeten pil toch nog in. De andere pil gooi je gewoon in de vuilbak. Maar let op, de volgende 7 dagen gebruik je best ook nog een condoom. En heb je in die afgelopen 5 dagen seks gehad zonder condoom, neem dan toch zeker ook de noodpil in. Als je dan nood hebt aan zo'n noodanticonceptie, doe dit dan zeker binnen de eerste 3 dagen na het onbeschermde contact. Liefst zelfs nog binnen de 12 uur als dat lukt, want dan zien we dat de kans maar 1 op de 200 betreft dat je toch nog zwanger kan zijn. Er zijn 2 soorten van noodanticonceptie. Je hebt enerzijds de morning after pill en anderzijds het koperspiraal. Het koperspiraal kan dan geplaatst worden bij je huisarts of bij je gynaecoloog. En eigenlijk zorgt die ervoor dat de kans op een mogelijke zwangerschap quasi nul is. Er is ook nog een andere mogelijkheid, het is een soort van nieuwe morning after pill en die kan je ook zonder recept verkrijgen bij je apotheker. Ben je in de 2e week van de pilstrip en ben je 2 pillen of meer vergeten, dan neem je ook weer gewoon de laatst vergeten pil in, de andere gooi je in de vuilbak, maar let erop ook weer de komende 7 dagen extra condoom gebruiken bij seksuele betrekkingen. Je hoeft in de 2e week dus geen noodanticonceptie te gebruiken. Ben je in de laatste week 2 pillen vergeten, dat is het meest veilige. Je moet geen extra anticonceptiemaatregelen treffen zoals condoomgebruik. En je hebt 2 keuzes. Of je stopt gewoon met je strip, wacht 7 dagen en start aansluitend een nieuwe pilstrip. Of je neemt je pilstrip uit en neemt aansluitend weer een nieuwe pilstrip, dus zonder de stopweek tussendoor.